mijn naam is Farah Bellinga en ik wil jullie wat trainingstips geven die je thuis kan doen om extra calorieën te verbranden. En als tip wil ik je meegeven om dit trainingsschema 2 tot 3 keer per week te herhalen. Als eerst beginnen we om 1 minuut gewoon te springen op je plaats. Oefening nummer 2 is deze. We gaan zo staan, ik zal hem vanaf de zijkant laten zien. En we stappen een grote stap naar voren. En we buigen door de knieën heen. Achterste tenen zijn gebogen. En je voorste knie gaat niet over je voet heen. En weer terug. En andere. En weer terug. Je houdt je rug recht. Dit herhaal je 15 tot 20 keer. Probeer je buik in te houden, je schouders laag te houden. Je voelt het als het goed is op je bovenbenen. Oefening nummer 3 zijn push-ups. Je gaat op de grond liggen. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Je zet je handen onder je schouders, niet te ver naar voren, niet te ver naar achter. Op de hoogte van je schouders. Je benen alles helemaal recht en ga langzaam naar beneden. In op. In op. En op. En op. Het wordt steeds zwaarder, maar je houdt vol zolang je kan. Oefening nummer 4 is joggen op je plaats en met je voeten je billen raken. Dit doe je een minuut lang. Spring goed omhoog. En raak echt met je voeten je billen. Nu komen we bij oefening nummer 6. Je gaat weer joggen op je plaats, maar dan ga je knieën heel hoog naar boven brengen. Dit hou je een minuut lang vol. Hou je rug recht. Nummer 7. Houd die lip nog vol. Je gaat zijn recht naar voren doen. Staan met je voeten boven je heupen. En je bovenste gedeelte blijft recht. Je strekt je armen naar voren en je buigt zachtjes door je knieën. Met je knieën gaan naar voren zo. Lig vanaf de zijkant. Hou je rug recht. Doe het 15 tot 20 keer. Doe alsof je gaat zitten op een stoel, maar hou wel je rug recht. Je voelt het als het goed is in je bovenbenen. Hou je buik in en je schouders laag. Zorg ervoor dat je knieën niet naar binnen gaan. Nu oefening 8. Je gaat zitten op de grond. Zet je benen iets verder voor je en je leunt iets verder naar achter, zodat je spanning op je buik krijgt. En je draait die bovenste gedeelte. Probeer alleen je bovenste gedeelte te draaien. Hou je schouders laag. En zak iets naar achter. Doe dit ook 15 tot 20 keer. Als je meer spanning op je buik wil, ga je iets verder naar achter. Probeer wel alles onder recht te houden en je bovenlichaam alleen te draaien. Oefening 9 is de zijstretch. Je gaat staan met je benen een klein beetje wijd. En je gaat iets door je knieën. En we gaan de zijkanten van ons lichaam rekken. Probeer dit helemaal recht te houden en probeer je hand zo ver mogelijk naar de andere kant te halen. Dat je dit helemaal opgerekt voelt worden. En terug. En de andere kant. Kijk naar die andere kant. En terug.
En terug. En terug. Herhaal dit 15 tot 20 keer. De laatste oefening gaan we doen tegen de muur. In dit geval is jullie wat aan deze training hebben gehad, probeer het 2 tot 3 keer per week te herhalen. Zet gewoon het videootje aan en volg de oefeningen. Het zal je helpen om calorieën te verbranden en goed in beweging te blijven, gezond en fit te blijven. Vind je het videootje leuk? Like het heel eventjes en laat een leuk commentaar achter op mijn blog, farahbellinga.com. Succes! Oh, en voordat ik het vergeet, we hebben voor jou speciaal een gratis e-book gemaakt over gezond, slank, strak en fit zijn. Dus klik op de link onder deze video en vraag jouw gratis e-book aan. Speciaal voor jou gemaakt. Klik op de link.